Ik heb heel erg genoten van het optreden op Mama's Pride met mijn band. We hebben daar een feestje van kunnen maken. En ik kom heel gauw terug. Jean-Guy Macron. Jean-Guy. Dus Jean, gewoon zoals, ja. Hoeveel mensen hebben problemen met je naam? Ja, het gebeurt best vaak dat mensen het verkeerd uitspreken. Maar dan zeg ik gewoon altijd dat het een beetje op zijn Frans is. Dus zoals je Jean-Paul en Jean-Luc hebt, maar dan Jean-Guy. Heb je Franse roots? Nee, ik heb geen Franse roots. Nee. Nee. 2014 ben je naar Nederland gekomen. Ja. Heb je daar spijt van? Nee, absoluut niet. Nee, absoluut niet. Het was geen makkelijke beslissing. Ik moest eigenlijk iedereen achterlaten in de familie. Maar het heeft me heel veel moois gebracht. En aan het einde van het eerste jaar ontmoette ik mijn producer Perquisite, die ook mijn management doet. En het is echt heel hard gegaan na de release van mijn eerste EP. Ik werd Serious Talent en toen het jaar daarop heb ik een album uitgebracht. Alle mooie recensies gehad, heb op Lowlands kunnen staan, op North Sea Jazz en nog heel veel andere mooie festivals. Ja. Je staat hier met een 9-koppige band en nu ga je weer solo in allerlei kerken in Nederland optreden. Ja, want ik ben dus wel, toen ik voor het eerst hier begon te spelen, als singer-songwriter begonnen. En de band is er later bijgekomen. En na vrijwel 2 jaar toffe ervaring met mijn band, wilde ik ook daarnaast terug naar mijn basis. En ik vond een kerkentour vond ik het meest geschikt daarvoor. Omdat ik dan, je hebt een bepaalde intimiteit die ik dan met het publiek kan delen. En ik breng de nummers terug tot de essentie, waardoor de boodschap gewoon wat duidelijker aankomt. Ben je zelf gelovig? Ik ben zelf niet gelovig, niet meer. Ik ben wel spiritueel. Maar ik ben wel Rooms-Katholiek opgevoed, dus ik heb wel heel veel affiniteit met de verhalen uit de Bijbel. En er zijn wel dingen die ik meeneem, heb genomen vanuit mijn opvoeding. Was het dan niet moeilijk om de rol Judas te spelen in The Passion? Moeilijk? Nee. Op welke manier bedoel je? Het is toch even een behoorlijke rol die je moet neerzetten. Live, op televisie, je bent 3,24 en dan is toch een behoorlijke uitdaging, lijkt mij. Ja, het was wel een enorme uitdaging, maar ik ben altijd op zoek naar uitdagingen. En ik wilde de rol heel graag zelf spelen en ik ben het gewoon heel dicht bij mezelf gaan zoeken. Alhoewel, het is niet makkelijk, weet je, de intensiteit die zit in het karakter. Maar ik heb wel altijd wel gevonden dat er meer kleur zat in het karakter Judas. Dus ik ben blij dat ik dat heb kunnen laten zien, mijn interpretatie daarvan. Dan heb je de nieuwe single uit. Ja. En als je die tekst hoort, de eerste paar zinnen, ben ik toch wel een beetje geschrokken. Nou, je kan allerlei dingen verslaafd raken. Ook aan het gevoel dat de liefde je geeft. Ik weet niet of je daardoor schrok. Nou, daar kwam ook zelfmoord in voort volgens mij, of niet? Of moord? Nee. Dat is niet zo. Het gaat over dat voor de mensen van wie je echt houdt, dat je daarvoor door het vuur zou gaan. En ik geloof dat iedereen in bepaalde situaties op bepaalde dingen in staat zijn. Als ik iemand zou zien van wie ik hou, die wordt aangevallen door iemand, dan zou ik daar wel wat aan doen. En in mijn muziek gebruik ik natuurlijk hele extreme beelden om dat uit te drukken. Ja. Maar zeggen ze altijd de toekomst? De toekomst, ja. Ik ben weer bezig met nieuwe muziek. Ik werk naar een nieuw album toe. Er staan nog heel veel gave dingen dit jaar op de planning. Ik kan nog niet alles vertellen, maar ik blijf bezig.